Marzouk, ook zij is van het Zoetermeerse ProPatria. En dit meisje dat is pas 13 jaar, wordt in december 14 en is een trainingsmaatje van Patricia Timmer die we zojuist in actie zagen. En beide trainen onder de leiding van Frank Louter. Komt hier heel stabiel terecht op de balk die toch maar 10 centimeter breed is en 5 meter lang. En daar moet het gebeuren. Bijvoorbeeld bij deze gymnastische sprongserie. En dan maakt Marzouk zich op voor de salto voorover. En die is heel moeilijk, want je ziet de balk niet, maar ze komt prima neer. En het blijft allemaal zeer beheerst wat Marzouk daar voor de volgepakte tribunes in Zoetermeer laat zien. Dit is dan de spreidhoeksprong. Hoog uitgevoerd en zijwaarts geland. Ook een van die moeilijke onderdelen. En dan de concentratie voor de afsprong. Die concentratie blijkt terecht te zijn, want het wordt een fantastische afsprong. Arabier dubbel salto gehoekt en een perfecte landing. En dat is een heel goed slot van een hele mooie oefening